Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van weerplaza.nl. Een front is vanochtend over Nederland getrokken. Die zien we duidelijk terug op de satellietfoto. En dat front dat trekt geleidelijk steeds verder zuidoostwaarts weg. Achter dat front zijn we in de koele lucht terechtgekomen. En dat merken we met name aan de temperatuur, die een stuk lager is dan de afgelopen dagen. Aan het bo in de bovenste rand van de satellietfoto zien we alweer een pluk met nieuwe bewolking dichterbij komen. Dat hangt samen met een warmtefront. En het warmtefront trekt er langzaam richting Nederland en dat zal morgen waarschijnlijk in de loop van de middag het noorden van het land gaan bereiken. Vanavond klaart het achter het koufront eerst nog op. De temperatuur daalt in die opklaringen flink. Hier staan prikwaarden van een graad of 8, maar op sommige plaatsen kan de temperatuur in het begin van de nacht zelfs dalen naar een graad of 4. In de loop van de nacht dan neemt de bewolking weer toe en dan gaat ook de temperatuur weer oplopen. De temperatuur ligt aan het eind van de nacht op de meeste plaatsen rond een graad of 10. In het zuidoosten van het land is het dan nog wat kouder met 5 of 6 graden. Morgen heeft bewolking de overhand. Uiteindelijk kan met name in het noorden en noordoosten van het land een beetje lichte regen of motregen vallen. In het zuidoosten van het land en in het zuidwesten is het waarschijnlijk droog. Met name in het zuidwesten kan ook af en toe de zon even doorbreken. De wind heeft wel de boventoon morgen, is meestal matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Op de Waddeneilanden kan de wind nog eventjes hard zijn, windkracht 7. De temperatuur 14 of 15 graden en daarmee is het zelfs iets aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. Woensdag en donderdag dan heeft bewolking ook nog altijd de overhand. Soms valt er een beetje lichte regen of motregen, maar er zijn ook periodes dat het droog is of dat de zon af en toe een keer doorbreekt. De temperatuur woensdag 14 tot 16 graden, donderdag een graad of 14. Vanaf vrijdag dan komen we in de koude lucht terecht. Dan gaan we de zon wat vaker zien, maar er gaan ook een aantal buien vallen. Mogelijk zelfs met een beetje een wintersteentje. Korrelhagel, misschien een vlok natte sneeuw in de Limburgse heuvels. En daarbij natuurlijk ook kans op een klap onweer. De typische buien zoals ze verwachten: vroeg in het voorjaar en wat later in het najaar. De temperatuur overdag, dan een graad af 11 op de meeste plaatsen. En dan nog altijd een wat kille noordwestenwind. In de temperatuur zien we ook goed dat het de komende dagen in ieder geval wat zacht is. Weinig verschil tussen dag en nacht door de bewolking. Vanaf vrijdag dan wordt het wat koeler. Met in de nachten ook geleidelijk lagere temperaturen. Met misschien begin volgende week zelfs uh, vorst op een aantal plaatsen. De temperatuur overdag dan onder 10 graden. En blijft de temperatuur in de beeld onder 10 graden steken op een van die dagen. Dan zou dat voor het eerst zijn sinds 5 april van dit jaar. Op de lange termijn kruipt de temperatuur weer iets omhoog. Maar ligt dan meestal rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Wat betreft neerslag, we hoeven de komende dagen nog niet heel veel te verwachten. Op de meeste plaatsen zal bij elkaar tot en met het weekend niet heel veel meer dan een millimeter of vijf gaan vallen. Op een enkele plek kan misschien wel wat meer vallen, maar dat zet allemaal nog geen zoden aan de dijk. Het blijft nog altijd droog en de waterstanden in de rivier blijven laag. Mogelijk dat vanaf en na het weekend wat meer regen gaat vallen, ook in het stroomgebied van de grote rivieren. Dat zou betekenen dat het waterpeil in de rivieren zich wat kan herstellen en dat ook de toplaag van de bodem in elk geval een stuk minder droog wordt. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl